Het is heel belangrijk om basismobiliteit te garanderen voor alle mensen. Nog meer voor zieke mensen. Want wat wij vandaag merken is dat mensen van hier naar Willebroek gaan en dat er een zeer moeilijke busverbinding is. Het gaat dan meestal over geriatrische patiënten die dat al dikwijls minder bezoek krijgen en door een slechte busverbinding nog eens minder bezoek krijgen. Dus ze worden een stuk afgesloten van hun omgeving. Ik denk dat we vandaag ongeveer 2600 patiënten op jaarbasis vanuit het Waasland krijgen. Ja. Daar zijn ook mensen bij die dat hier naar een revalidatieafdeling komen, dus die liggen hier lang. En door het feit dat er geen busverbinding is, geraken de bezoekers zeer moeilijk tot hier. Dus die worden eigenlijk een stuk aan hun lot dan overgelaten, door het feit dat die busverbinding er niet is. En het zou een enorme meerwaarde zijn voor alle patiënten hier in huis en de bezoekers van die patiënten, mocht die busverbinding er toch kunnen komen. Er is nog een bijkomende reden. Ik heb eens laten nakijken van waar onze werknemers komen. Ja. En ik zie toch dat bijna 20% van onze werknemers uit het Waasland komt ook. Dat is ook een belangrijke groep, want die mensen gebruiken dikwijls ook openbaar vervoer. Wij promoten dat trouwens. Wij worden verplicht om een mobiliteitsplan op te stellen vanuit de overheid. En daarin moet staan dat we toch het openbaar vervoer promoten. We kunnen moeilijk iets promoten dat er niet is. Wel, ik denk dat de treinverbinding allesbehalve vol staat op dit moment. Enerzijds zijn er toch wel wat hiaten in de uren die dat die treinen rijden. Dus wie gebruikt het openbaar vervoer, zijn dikwijls toch mensen die dan moeilijker te been zijn. Dan is die treinverbinding toch geen oplossing voor ons als ziekenhuis. Die bus zou echt in de buurt van het ziekenhuis moeten stoppen. En dat is met de trein niet het geval. Mensen van 70, 75, 80 jaar moet je niet vragen om van het station van Bornem tot aan het ziekenhuis te komen. Dat blijft een probleem. Vandaar dat we ook pleiten om een gemakkelijke oplossing die dat voorhanden ligt met verlengen van de lijn 260. Die is er. En eigenlijk vraagt dat niet zoveel extra inzet van middelen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat de lijn dat zal terugverdienen mocht ze die inzetten. Dus het is een vrij makkelijke oplossing en die willen wij ten volle steunen. Als we naar het Waasland kijken, zijn er voor ons drie grote centra, zeg maar. Eén, Temsen is het belangrijkste. Twee, gevolgd door Kruibeken en drie, dan Sint-Niklaas. Het gaat over 2600 patiënten op jaarbasis. Ja? Mensen die dan naar hier komen en die dat dan per patiënt rekenen, toch gemakkelijk op een viertal bezoekers. Hè? Dus reken maar uit, dan zit je aan 10.000 mensen op jaarbasis die dat daar gebruik van maken van een verbinding tussen Temse en Bornem. Daar zit toch wel een gigantisch potentieel die dat daar wel gebruik van zou maken. Voor ene patiënt die dat hier opgenomen wordt of in daghospitaal komt, worden er toch ongeveer een tiental gezien op consultatie. Ja? Dus u mag die cijfers maal 10 doen als we over consultatie spreken dan. Het is een aanzienlijk aantal en het ondersteunt enkel maar dat die verbinding zeer intens zou gebruikt worden en een meerwaarde is. Voor mensen die dat toch wel kwetsbaar zijn ook. Ik denk dat het daarover gaat. Hè. Ja.